Ik ben Emiel, de Practical Engineer en vandaag maak ik een rock tumbler. Komt ie! Het frame van deze machine maak ik uit 12 mm Berken multiplex. En als je een kleine werkplaats hebt zoals ik, is een invalzaag met een zaaglineaal perfecte zaag om dit soort werk mee te doen. De lange stukken maak ik met de invalzaag gelijk op maat, maar voor de grotere stukken, de kopse kanten, gebruik ik templates samen met mijn lintzaag om ze precies naar de goede vorm te zagen. Als je nou zelf ook met templates en een lintzaagje onderdelen wil maken, kijk dan even de video rechtsboven. Daarin heb ik precies uitgelegd hoe je dat zelf handig kan doen. Nadat ik het met de lintzaag heb uitgezaagd, gebruik ik de schuurmachine om precies tot aan het lijntje te schuren. Op die manier wordt het super strak. En vergeet ook niet om zelf af en toe je resultaat te beoordelen. Niet gek. Dit is hem. Dan moet ik hier gaten inboren voor de lagers. Alleen als je normaal gewoon zo'n Forstnerbor pakt, dan is het gat net even wat te groot voor de lagers en draai je de lagers in het gat. Dat wil je niet. Dus wat ik ooit gedaan heb, ik heb deze bor gekocht. Dit was de goedkoopste Forstnerbor die je kon vinden. En die heb ik aan de zijkant een heel klein beetje afgeslepen, zodat hij net wat kleiner is. Op die manier zitten de lagers muurvast in het gat. Voordat ik de lagers ga monteren, bepaal ik de positie van de motor. Hierbij is het belangrijk dat de riem enigszins strak staat. Al komt er in deze toepassing maar weinig kracht op, dus komt het niet heel nauw. Je zou dit op de computer al helemaal kunnen bepalen, maar het is zeker net zo makkelijk om het zo te doen. Op de kolomboor maak ik vervolgens voor de motor sleufgaten door een hele serie gaten naast elkaar te boren. Met de sleufgaten kan ik de riem straks mooi strak trekken. Om de machine er net wat beter uit te laten zien, geef ik de randjes van alle houtdelen een radius van 2,5 mm met mijn bovenfrees de freestafel. Dit kleine randje maakt net het verschil. Met al het houtwerk klaar, lijm ik eerst de zijkanten in een soort van L-vorm om een stevige basis voor het frame te vormen. Kunnen die vast drogen terwijl ik de lagers monteer. En zoals je ziet, zitten de lagers er inderdaad redelijk strak in. Ik gebruik hier een toeltje en een hamer om ze erin te slaan, maar het is eigenlijk netter om ze erin te persen. Met de bankschroef bijvoorbeeld. De kopse kanten van het frame zet ik vast met een paar korte schroeven. En voor de zekerheid doe ik er ook nog wat houtlijm tussen. Zo weet ik zeker dat het goed blijft zitten. Normaal gesproken zou ik dit lijmen en er dan een paar nieten in schieten, maar mijn niettaker is nog steeds stuk, dus het moet even anders. Je moet natuurlijk wel even netjes voorboren, anders gaat het straks splitsen. Ging bijna mis. Deze gaat in de verf. Ga ik ondertussen verder met het rollensysteem wat hier gaat komen. Voordat ik de rollen ga maken, moet ik eerst de ton nog een beetje voorbereiden. Een ronde ton werkt niet op een tumbler, omdat de delen simpelweg meedraaien. Om dit op te lossen, heb ik op mijn 3D-printer meenemers geprint, die het zand meenemen en meter rondgooien. De ton is gemaakt van spiegelglas polyethyleen. Dus om er wat op te kunnen lijnen, moet je het eerst even opschuren en goed ontvetten, voordat je het met een dikke tonkit in de ton kan lijmen. Van deze even droog, ga ik weer verder. Met deze. Omdat een trommelmachine per definitie lang aan blijft staan en ik thuis geen ruzie wil hebben, zet ik hem op 4 dempende rubbervoeten. Dit zorgt ervoor dat de trillingen niet worden doorgegeven aan de ondergrond waarop staat en hij dus een stuk stiller is. Ook maakt het dat hij gewoon een stuk steviger op zijn plek blijft staan. Dan kon ik nu toch echt aan de rollen beginnen. De assen en de rollen wilde ik zo simpel mogelijk houden, dus gebruik ik voor de assen M8 draadeind. In een lager is dat natuurlijk niet echt een mooie passing, maar voor deze machine werkt dat prima. De poelie die ik hiervoor had liggen, die paste alleen niet op het M8 draadeind, dus moest ik het draadeind toch een stukje afdraaien. Maar je kan natuurlijk ook een poelie met een goede maat kopen. Of, pro-tip, doe dat juist niet en koop met dat excuus een draaibank. Kijk maar even. De wielen waar de ton op gaat rollen heb ik uit PLA geprint. Omdat het erg glad is, doe ik er voor de wrijving O-ringen omheen. Met de assen en de wielen gemaakt, was het een kwestie van alles monteren. In het wiel past een moer
en er door de andere kant ook weer een moer tegenaan te draaien, kan je de wielen op een plek goed vastzetten. Doe je wel een drupje borgmiddel tussen om te zorgen dat alles, ook na een paar uur draaien, nog netjes blijft zitten. Zoals je ziet ben je er wel even op aan het draaien met die moeren, maar als je niet de hele dag hebt, kan je natuurlijk ook gewoon de boormachine erop zetten. Nu was het een kwestie van de motor losjes op de sleufgaten zetten en de poelies monteren. Straks kan ik dan de riem hiermee mooi strak trekken. Ik gebruik hiervoor graag HTD 5 riemen, omdat je met deze riem makkelijk zelf poelies kan printen in je eigen maten als er weinig kracht nodig is. Ik had uiteraard van tevoren niet bedacht waar het snoer van de motor ging komen, maar gelukkig was dat snel opgelost. Nu hoefde ik hem alleen nog maar aan te sluiten en kunnen we hem gaan testen. Dus even kijken of dat doet wat we verwachten. Ja, dat is niet heel spannend natuurlijk. Maar dat is beter. Dan zit het allemaal leuk, maar hier moet natuurlijk wat zand in. Zo breekt het natuurlijk niet. Dus. En dan hoor je het eigenlijk hoor je dit niet eens met zand te doen, maar heb je speciaal polijsmiddel in allemaal verschillende soorten, net als met schuurpapier eigenlijk. Maar laten we eerst maar eens kijken of die het doet. Een paar kleine updates gedaan om het te verbeteren. Ik heb hier en hier een houtje gedaan, zodat als de ton erin ligt, dat hij daar en achter ook daar tegenaan glijdt en niet tegen het hele oppervlak. Dus gaat de verf er niet af, blijft hij mooi liggen. En zoals je ziet heb ik hier duct tape opgeplakt. Deze ton is echt spekglad. Dus de O-ringen hier die bleven maar slippen als er wat meer in zat. En met de duct tape ziet hij niet zo strak uit, maar het werkt wel. Dit heeft nu een uur of vijf aangestaan. Laten we eens kijken hoe het eruit ziet. Ik had het aluminium ding erin gedaan en een metalen ding. En ik heb voor het metaal heb ik nog een referentiestukje bewaard. Het metaal lijkt niet heel veel veranderd te zijn. Je ziet dat het hier wel meer gesleten is. Ja, de randjes zijn wel echt een heel stuk zachter geworden. Dus het is wel heel mooi ontbraamd, maar het heeft niet de hele wals uit eraf gehaald. En het aluminium, ja, het aluminium zie je wel. Dat heeft een hele mooie matte structuur gekregen. En ook hier zijn de randjes gewoon helemaal mooi zacht geworden. Vond je het nou een leuke video? Dan heb ik hier een playlist met meer nuttige projecten. Zie je daar. Mooi, zo'n demo zonder deksel. Alles weer erin.